Hey. Hey, hoe is het? Ça Hey. Ça va. Waarom belt je niet? Doe maar. Ik moest aan u denken. Lukt het wel om in de kot te blijven? We hadden afgesproken om even geen contact meer te hebben, toch? Dat is 3 maanden geleden en zo, hè? Dus? Dus we zitten online. Het is niet dat ik u ineens kan beginnen kussen of zo, hè? Geen stress. Kan wel wat afleiding gebruiken. Ik ga gitaar halen. Kunt je liedje zingen voor mij? Zo, ik ken u, hè? Als jij zo van die cynische opmerkingen begint te maken, weet ik dat je of onzeker bent of lastig. En de moeite moet er ook gaan. Is dat? Ik ben niet de persoon die random mensen belt, hè. Oké, je bent dus lastig, dat is duidelijk. Kom, zo weet ben ik het. Je kunt dat zeggen. Hoe is het? Echt. Ça Ja? Milan maakt mij een beetje gek, maar Hoe dat? nu dat Eurosong niet doorgaat, heeft hij zich voorgenomen om elke dag 10 keer na elkaar het nummer van een winnend land te spelen. En om de 5 minuten staat hij aan mijn deur om te vragen wat ik vind van een van zijn nieuwe Ukraine-vlammen. Ja, hij laat me niet rusten. Ik mis hem wel. Hoe ziet het eigenlijk bij u nu date leven? Wilt je weten? Ik weet niet. Heb jij een nieuwe vlam of crush of... Niet doen ze, hè? kunt dat zeggen, hè? Dat is raar. Met wat jij bezig? Usual, denk ik. Series kijken, wat sporten. Met DSever. Thuis sporten. Ja, thuis sporten. Wat? Het zou echt nog verbazen wat je thuis allemaal kunt doen. Zo. Moet ik iets tonen? Nee. Is dat? Ja, kom. Kom zo weer, we gaan sporten. Dus waar, nu gaat je mij proberen verleiden met je lichaam. Het is misschien nog wel beter dan een gitaar eigenlijk. Change your game. Ik doe niks. Ik moet verder werken aan een taak voor school, dus ik ga u laten. Zo weet de scholen die blijven nog weken dicht, hè? Die taken die kunnen toch wachten. Hè? Wat gaan ze doen? Een videocall met een directeur, dat is ook bullshit, hè? Ik ga wat sporten. Of gitaar spelen. Kom, blijf toch nog even. Nee, sorry. Oké. Bye. Bye. I felt myself coming back.